Hallo, hallo, hallo. Hier ben ik weer. En dit keer niet met een gewone make-up video, maar ik heb een beetje een onderzoek gedaan, een vergelijking eigenlijk, tussen make-up die van Max & More bijvoorbeeld, die van bij Action komt, Biocura van bij Aldi, en tegenover merken die ik heb, of die ik opgezocht heb. Ik heb bijvoorbeeld Urban Decay tegenover een Max & More paletje gezet. En die prijzen, jullie gaan achterovervallen. Als al deze uitleg gedaan is, en je kan, ik zal het tijdstip ook hieronder zetten, dan kan je skippen naar de make-up. Ik doe twee looks exact hetzelfde, maar met de goedkope en met de dure producten. En ik wil dus echt eens aantonen, ik ben invalide, dat weten jullie ondertussen al wel allemaal. Ik leef dus met weinig geld. Ik heb één grote hulp en dat is de koopwebsite, de app Wish. Wish en Cute is een onderdeel van Wish. Ik vernoem die nogal vaak. Maar daar kan je soms een naked palette van meer dan 50 euro voor 5 of 6 euro plus een paar euro verzending, pak voor nog geen 10 euro. Heb je dat bij jezelf, bij je thuis aan huis geleverd? Je moet er wel een aantal weken op wachten, maar oké. Je hebt het dan voor een prijs van niks eigenlijk en je moet er niet eens voor buiten komen. Ik ben een Wish-verslaafde. En nu gaan we de kwaliteit vergelijken. Ik ga jullie eerst alles tonen wat ik heb gekocht en wat de prijs is van de tegenhanger. Jullie gaan er schieten. Het eerste wat ik heb gekocht, en dat is Fashion Professional BB Cream 5-in-1 Tinted Hydration. Zonnebeschermingsfactor 15 in de kleur medium 21. Dit product. Dit product komt eigenlijk bij wat ik in huis heb. Dus die komt qua kleur. Structuur is iets anders. Hij voelt als een siliconen primer aan bij het aanbrengen. Heb ik nog maar alleen op mijn hand geprobeerd. Max Factor Facefinity All Day Flawless. En dat is een 3-in-1 foundation. Deze twee komen zeer, zeer goed overeen. Het enige verschil is dat deze 1,99 euro kost. Van waar je hem koopt en of je hem via eBay of zo koopt, de prijzen variëren tussen de 12,60 euro en de 26,50 euro. Tegenover 1,99 euro. Maak zelf jullie rekening maar. Dan de Maybelline Mascara Volume. En dat is gewoon de echte. De Maybelline The Lift Volume Express Mascara in zwart. En die heb ik bij Action 5,99 euro betaald. En die kost in de winkel tussen de 13 en de 15 euro. Dan was een setje met van Max & More ook een lip liner en een lipstick. En dat zijn nude kleuren. Dus zowel de liner als de lipstick zijn bijhorend. Echt een mooie nude kleur. Potloodje valt heel goed mee om mee te werken. Maar ik heb de juiste kleur niet in huis. Maar van MAC. Het was het Pro Longwear Lip Pencil dat Oh Honey noemt bij MAC. Komt overeen met dit potloodje. En die kost 19 euro zonder verzendingskosten. Dus de lipstick plus de lip liner. Natuurlijk, je hebt maar een half potlood. Hè? Dus daar moet je ook rekening mee houden. Het is maar de helft zo groot. Als je van collectie 2000 True Moisture nummer 8 komt wel perfect overeen met deze. Qua glitter, qua aanbreng, qua kwaliteit. Ze komen perfect overeen. Dus die kost 18 euro. Het potlood pakweg een 9,5 euro. Dit zou 9,5 euro
En 18 euro zijn, dus dat is 9, 18, dat is 27 euro en half komen. En ik betaalde 79 cent. 19 euro en half, 79 cent. Zelfde kwaliteit. Nu, Mac is super, super glijdend en makkelijk aanbrengend. Dus het zal iets minder aanbrengend zijn, maar veel verschil zal er niet op zitten. Dit was voor mij enorm schrikken. Deze blush deed mij meteen denken aan deze blush. En al zien ze er van kleur totaal verschillend uit, maar op het gezicht heb je bijna het identieke effect. Maar deze twee, mijn lieve vrienden, die van Max & More, de Rose, de nummer 034, kost 99 cent. Deze, die is van Urban Decay. Die noemt Miva Girl, Kiss Kiss Velvet, nummer 4. En hou u vast, die kost 56 euro. 56 euro. 99 cent. En als je er even mee oefent, krijg je hetzelfde resultaat. Dus mijn keuze is snel gemaakt. 56 euro tegen 99 cent. Ik kon het niet geloven toen ik die zag staan. Ik dacht bijna, ik trek dat rek hier gewoon uit de winkel. Ik neem dat gewoon mee. Dan, 6 nagellakjes. En ze zijn zo schattig. En de kleurtjes zijn zo mooi. Echt, ik zal er eentje uithalen. Het zijn van die mooie, glanzende, bijna nude kleuren. Je hebt bruin, je hebt met wat koperkleur in. Dit is meer naar rozengoud toe. Je hebt er een lichter roze, dan er iets meer nude en een doorzichtige nagellakje in. Ze zijn waanzinnig mooi. Ik betaalde voor deze nagellakjes 99 cent. En ik heb zitten opzoeken. De enige die echt de tegenhanger ervan zijn Clean Color Nail Polish van Toplot, 24 stuks. En die kosten 104 euro. Maar het zijn 24 stuks en dit zijn 6 stuks. Dus gedeeld door 4 komt dat, exacte tegenhanger eigenlijk, op 26 euro. Terwijl deze 99 cent kosten. Ongelooflijk. Heb ik een prachtig oogschaduwpaletje. En er is dus een dubbel applicatortje bij, zoals altijd, maar een lekker lang en gemakkelijk om vast te houden. Dit zijn dus prachtige, glanzende kleuren. Ze zijn zo mooi, zo waanzinnig. En die kosten voor de 12 kleuren 89 cent. De enige echte tegenhanger die ik heb gevonden is ook van Urban Decay en noemt Nudetude. 12 kleuren ook. Ik gebruik bijna altijd Urban Decay, dus ik ken de kwaliteit. Er is zeer weinig verschil op, dus het is echt te tegenhangen. En dit komt, dus dit is 89 cent en de Nudetude 66 euro. Alsjeblieft. Dit. Wat een prachtige doos. En die zat in een nog mooiere, prachtige wegwerpverpakking. Dit doe je open en je hebt een palet dat mooi recht blijft staan met een spiegel. En wat zit daarin? De meest waanzinnige, glanzende kleuren. Dit kan je ook als highlighter gebruiken. Je hebt een prachtig gitzwart erin. Je hebt contouring, je hebt een blush, je hebt een lippenpenseel, een lipstick en een lipgloss plus een dubbele applicator. Dit
is het cadeau dat je aan iemand kan geven die wil beginnen met make-up. Die heeft hier gewoon alles. Er is ook nog een borsteltje bij om te contouren en om je blush mee aan te brengen. Dat zit er ook nog eens bij. Voor dit prachtige cadeau heb ik betaald €3,99. De enige tegenhanger die ik heb gevonden bevat nog minder dan dit. Een paar kleuren oogschaduw meer, maar die heb je niet nodig voor een prachtige, glitterende, glanzende, smoky eye of face look. Dit heeft als tegenhanger, dit in de buurt komt, Pro Makeup Box van €90. Er is ook een all-in-one make-up set die hele andere zaken eigenlijk bevat. Die kwam op €35. En dan nog een andere make-up palette set van €29. Maar echt de enige die er het meeste op lijkt en waar zo ongeveer hetzelfde in zit van Pro Makeup Box. Dus eigenlijk voor professionals om mee te nemen als ze iemand moeten opmaken ergens. €90. En deze, €3,99. Dit mag je mij altijd cadeau doen, zoiets. Het kost €4. En je hebt alles. Ik zou die doos mee slapen nemen. Echt, €4 tegenover €90. Come on, het is toch waanzin gewoon. 28 kleuren van Max & More voor €2,49. €2,50. Als je dit wil vergelijken en de kleuren zijn bijna exact hetzelfde en de kwaliteit is bijna niet verschillend van de echte Urban Decay Naked Palettes. Dit is de 1. De 2 heb ik hier. En de 3 heb ik hier ook. Als je de 2 en de 3 zou samennemen, dan kom je aan ditzelfde kleurenmengsel. Je betaalt voor Urban Decay. Je kan de 2 palettes samen kopen voor €56. Maar het enige dat echt perfect overeenkomt met dit is ook van Pro. Prolac 16 Shimmer Kleuren en Matte Eyeshadow Multicolor. €146. Dus de tegenhanger van dit kost €146. En dit kost €2,49. €2,50. Niet doen. Ik heb van alles van Biocure. Nu hebben ze nieuwe grote formaten van lipgloss. Ik kocht deze 2. Deze kostte per stuk €2,49. Dus €2,50 per stuk. Nu, de perfecte tegenhanger die ik heb gevonden. En ik ga mijn boek even voor mij nemen. Want ik ben zo altijd aan het wegdraaien en terug. De paarse. Deze. Die noemt gewoon nummer 15 Purper. Purper. €2,49 komt overeen met NYX, dus het merk NYX. En dat is nummer 6, de kleur Istanbul. En die kost €18. Deze, €2,50. Deze noemt Chestnut bij Aldi. En de kleur nummer 2, Stockholm, van NYX, komt perfect overeen met deze. Dus €18 per stuk. Deze €2,49 per stuk. Dus dit is voor €5. En als je hetzelfde koopt van NYX, dan kom je aan €36. Het is niet getest op dieren. Het is niet dit, het is niet dat. Maar tegenwoordig, die goedkopere merken, die zijn ook perfect getest. Max & More heb ik nog niet echt nagekeken, maar als je bekijkt de ingrediënten en alles, die zijn bijna hetzelfde. Er zit nog speciaal magnesium bij in. Ik kan niet anders zeggen dan, ik ben gewoon in shock. Ik ben in shock.
De prijsvergelijking, het is gewoon... Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ik ga mij nu volledig opmaken met merkproducten. En ik ga een beetje erop letten dat ik de kleuren gebruik die ik straks ook ga gebruiken van de goedkope merken. Dus ik ga exact dezelfde make-up aanbrengen en dan de foto's vergelijken. Dus ik ga mij nu voorbereiden, mijn mentaal voorbereiden, om de make-up met de merkproducten aan te brengen. En ik zal er ook bij vernoemen altijd wat ik neem en welke kleur ik neem. Om te beginnen ga ik met mijn stippling brush, die ik tussendoor schoonmaak, mijn foundation aanbrengen. In de kleur 3-in-1 nummer 47 van Max Factor. De welke zeer goed overeenkwam met de BB cream die ik kocht bij Action. Ik ga dus ook bewust geen vloeibare eyeliner aanbrengen, omdat deze make-up er heel snel terug af moet, want ik wil natuurlijk het resultaat van mijn aankopen ook zien, hè? Ik ben zelf ook heel nieuwsgierig naar wat het verschil in gevoel, het verschil in textuur, het verschil in kleur, in kwaliteit zal zijn. En wel afpoederen, en dit ga ik met hetzelfde sponsje doen en met hetzelfde product. Ik ga de Nude BB Powder van L'Oréal Paris nemen, die ik bijna altijd gebruik. En daarmee ga ik mijn gezicht poederen en dat ga ik straks exact hetzelfde doen. Deze komt trouwens gewoon van bij Carrefour, maar de prijs weet ik niet. Dit valt redelijk donker uit, maar mijn gezicht is dus geprepareerd en dit laat ik klaarstaan voor straks. Nu, ik ga beginnen met de kleur Booty Call, Urban Decay Naked Palette nummer 2. En daarmee ga ik mijn ooglid volledig primen. Oh, die hondjes buiten zijn niet om mee te spelen. Nee. Dus mijn tweede kleur die ik ga gebruiken, ga ik meteen aanbrengen met een rond aanbrengpenseel. En ik ga een kleur nemen, de kleur Smog, uit Urban Decay Palette nummer 1. Ga ik aanbrengen in mijn crease. Als transitiekleur. Echt enkel in de crease. Iets glimmender, dus ga ik een kleur nemen die bijpassend is met eentje uit dit paletje. En dan zie ik hier de kleur Liar. En Liar is uit Urban Decay Naked Palette nummer 3. En die ga ik aanbrengen op mijn bewegend ooglid tot een centimeter van mijn binnenste ooghoek en de buitenste V. Dus Liar gaat de buitenkant zijn. Zo, en op het ooglid. Ik ga noteren welke drie kleuren ik tot nu toe al heb gebruikt ter vergelijking. En dat ik straks die kleuren ook ga gebruiken om te zien of het resultaat ongeveer hetzelfde gaat zijn. Dus ik kom zo bij u terug. In samenkomst met uit het kleine paletje kleur nummer 9 ga ik Mugshot van Urban Decay gebruiken. En dat komt uit het derde palet. Dus nu is het moment om te gaan blenden. En ik heb hier een licht paars, paarsblauwachtig.
En dat zou ik willen evenaren met een kleur die eventueel uit dit paletje, uit mijn Mels palet komt. Ja, daar heb ik een kleur die ongeveer overeenkomt en dat is deze. Deze blauwe komt zo wat overeen. Twee mengen om aan dit blauw-paars te komen. En dan met een plat penseel, een klein plat penseel, ga ik deze twee kleuren zo wat bij elkaar mengen. Ik meng tegenwoordig vaak kleuren met elkaar. Ik heb nu geen primer op mijn ogen gedaan, wat dom is, want nu komen natuurlijk mijn kleuren niet uit zoals ik wil. Maar jullie zien toch een blauwige schijn. Die mijn hoofdkleur van deze look eigenlijk een beetje is. Om aan te tonen dat je ook kleuren hier kan mee gebruiken. En kan aanbrengen. Wat gaan we dan nemen? Ik was aan het denken, zou er geen mooie kleur zitten in dit cadeaupakket? En daar is een heel prachtig donkerblauw met glitter. Als ik een kleur heb die erop lijkt, moet ze hierin zitten. Dus we gaan vergelijken. En ik zie een donkerblauw. Maar niet het donkerblauw dat ik zoek, tenzij dit. Dit donkerblauw lijkt er een beetje op. Dus met een klein aanbrengpenseel ga ik dit donkerblauw nemen en dat ga ik echt in de buitenhoek uitwaaieren naar binnen toe. Dus heb ik eigenlijk een lichter paarsblauw en een donkerder blauw. Dat mijn kleuren zullen zijn samen met een zachte smoky met bruin tinten. Ik kan dit eventueel met mijn vinger een beetje aanbrengen. Dat geeft meer pigment. Uit ervaring dit palet kennende. Zo. En met dat fijne penseeltje dat ik heb gebruikt, dat ook een andere kant heeft, ga ik met datzelfde blauw onder mijn oog een schaduwtje maken. Zo. En dan ga ik met het wit, het glanzende wit uit dit cadeaupalet, wat ik nu ga vergelijken, dit wit. En ik neem dit wit met een fijn klein plat penseel en ik ga dit aanbrengen net boven dat blauwe. Maar dit is zo'n smos make-up, hè. Ah. Dus in mijn waterlijn breng ik dit wit aan. Wat meteen je ogen lekker uitdroogt. Zalig als je lenzen aan hebt. En ik breng dit wit ook aan in de ooghoek. Ik ga even proberen met mijn penseel een beetje nat te maken of dit beter gaat. Inderdaad. Dus dit is een aangekocht palet
Maar ik moet er water bij doen om er iets of wat deftig resultaat mee te krijgen. Of het met mijn vingers aanbrengen. Want het brengt zeer slecht aan, zoals je ziet. Dus dit palet hebben we nu niet meer nodig, maar die kleuren heb ik dus gebruikt en mijn lenzen die zijn zo droog als het maar zijn kan nu. Veel beter. Oké, dit hebben we. Nu, wat rest ons nog? Een beetje blenden. Dan voor de wenkbrauwen. Ja, met Dark Side van Urban Decay Palette nummer 1. Nu, dat deze make-up niet de meest prachtige, perfecte face look is, is niet erg. Want het is meer het vergelijken van de producten en in mijn geval vooral de prijzen. Want ik vind prijskwaliteit echt het ultieme belangrijkste wat je kan hebben als je make-up video's maakt. En ik verdien dus totaal geen cent aan deze video's. Normaal gezien zou dat wel zo moeten zijn, omdat ze daar reclame op zetten. Maar ik heb er nog nooit een cent voor gekregen. En eigenlijk, daar doe ik dit ook niet voor. Ik doe dit puur ten eerste omdat ik het zo graag doe. En ten tweede omdat ik weet dat ik al verschillende van jullie heb geholpen. En jullie dankbaarheid is voor mij echt super, super belangrijk. Ik wenkbrauw, wat zijn ze supertjes? Wat een giegel. Wat een giegel was dat. Oh, die was belachelijk. Oh, jee. Die was echt belachelijk. Nu, vermits we ook de mascara gaan testen. Maar dat is dezelfde als die ik als tegenhanger had. Dus maakt dit eigenlijk niet uit, want die ga ik straks hetzelfde gebruiken. Ik heb geen wimperkruller genomen, omdat ik wil weten echt puur wat deze mascara op zich doet. En ik vind dat hij de haartjes mooi van elkaar kant. Dus het is eigenlijk een redelijk goed borsteltje, hoewel ik niet favoriet ben van een borsteltje met haartjes, maar wel die gebogen. En die hebben ze bij Biocura ook. Maar dit is een zeer crèmige, mooi gepigmenteerde, goede mascara. En als je er voorzichtig mee bent, gaat die ook niet echt klonters geven. Dus ik vind hem eigenlijk prima. Nu, hoe is hij voor de onderste? Ook goed. Goede applicator. Echt heel zwart gepigmenteerd. Kort staafje. Werkt gemakkelijk. Ben ik content van. Ja, echt waar. Ik ben heel content. Leuke look ook, vind ik trouwens. In dit palet zit contouring. Ik zoek zo meteen dan wel een kleur van mijn andere producten die overeenkomt met dit. Nee, ik moet eerst een overeenkomende kleur zoeken en dan pas. Ik ben mis, fout, verkeerd, dom bezig. Heel dom bezig. Ik ga deze gemengde van Makeup Academy, die gaat met de lichte tinten perfect overeenkomen met dat. Dus
Dus Morbid Bronzer van Makeup Academy heb ik tegenover mijn Max & More gezet. Natuurlijk moet ik de blush proberen. De blush is in mijn ogen enorm uitdagend met dit. Ik ga een doodgewone blush borstel nemen die ik ook zorg dat die goed proper is. En ik ga op de appeltjes van mij hangen. En een beetje over de contour. En ik zie dat er in die cadeaubox een kleur zit die enorm lijkt op een highlighter die ik heb. Dus vergelijken. Ja. Dus die ik net heb getoond komt echt overeen met deze highlighter. En die is van Luminette. Fard Pêche Mignon. Een merk dat ik niet ken, maar ik heb dat al vele jaren, dit doosje. En dus ik weet dat dit een goed product is. Ik ga met mijn highlight puffy deze highlight aanbrengen. Op de highlight plaatsen natuurlijk. Zo, dat is deze make-up tot nu toe. Ter afwerking rest ons alleen nog de lippen. Maar ik ga geen lipliner doen, omdat ik diezelfde kleur niet heb. Dus ik ga ook niet foufflari, trucari. Ik ga gewoon die zeer goedkope van Max & More lipstick nemen. Die met het penseeltje bij was, maar ik ga hem gewoon zo aanbrengen. Die is, je voelt dat er een goede laag aangebracht wordt. Maar zo crèmeig en zacht. Echt een super gevoel, echt waar. Heerlijk gevoel. En dan denk ik dat deze look klaar is. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik vind hem heel mooi, heel subtiel. En ik ga zo meteen hem er dus afhalen en hetzelfde doen, maar met de goedkope producten. Kijk eerst eens zeer goed naar deze look en dan gaan we straks vergelijken. Dan ga ik nu foto's maken. En ik ga mijn make-up er volledig afhalen en dan kan ik opnieuw beginnen met de goedkope versie van deze look. Tot zo! Zo, we zijn terug. Een blank canvas, zo goed mogelijk. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik daarnet de goedkope lipstick heb gebruikt. Dus als deze look klaar is, ga ik in plaats van die goedkope, die van Collection 2000 nemen. Dus dan kunnen jullie ook zien of ze wel of niet vergelijkbaar zijn. Maar ik ga dus nu het merk gebruiken in plaats van de goedkope. Want ik heb mij dus vergist tussen die twee. Ja, het is zo'n beetje een hectische video deze. Maar ik ga nu dus beginnen met al mijn goedkope producten. Deze brengt veel gemakkelijker aan en je hebt een veel minder dikke laag nodig. Maar ik heb de indruk dat hij wel even mooi kleurt en dekking geeft. Hij brengt gemakkelijker aan. Hij is veel lichter van textuur, maar zoals bij de meeste BB creams, die hun kleur komt pas iets later. Dus ik ga heel eventjes wachten. Dat doe ik met een BB cream eigenlijk altijd. Omdat die
Die droogt wat op en die krijgt dan pas zijn kleur. Dus die is nu pas de donkerheid aan het krijgen die andere daarnet direct had. En die lag er ook echt met een laag op en deze is zo mooi aan het intrekken eigenlijk. En mindere kwaliteit verwacht eigenlijk. Maar oké, zoveel te beter. Afpoederen, hetzelfde als daar straks. Oeh, dat glijdt daar overal als niks. Moet je bijna niks op doen. Je spons blijft er ook zo niet op plakken. En dat is niet omdat het goedkoper was. Echt niet met opzet, maar dit is voor mij een veel betere optie voor mijn huid. Want ik heb het gevoel dat mijn huid nog kan ademen en daarnet was die... Ja, er lag een laag op en nu niet. Ik vind het resultaat voelt veel zachter, veel natuurlijker, heel ander resultaat. Tja, veel beter resultaat vind ik. Ik weet het, ik ben een raar mens, maar eerlijk is eerlijk. Ik vind dit beter. Halfbaked was hetzelfde dan dit nummertje 1 en daar had ik mijn oog mee gepruimd. Dus dit is iets geliger, maar als primerkleur voor de ogen. Zeer neutraal. De kwaliteit van aanbrengen is hetzelfde. Maar het product komt sneller op je penseel. Het is minder opeengeperst precies dan Urban Decay. Want bij Urban Decay moet je nogal veel product wrijven op je penseel. Terwijl dit tik en je hebt al redelijk wat. Dus dat vind ik ook al een pluspunt. Jee. Dan denk ik dat ik dit penseel had genomen en als tweede kleur de kleur Smog uit Urban Decay palette nummer 1 om als transitiekleur te gebruiken. Iets bruiner, iets minder glanzend, maar brengt zeer gemakkelijk aan. Want met dit penseel had ik daar straks heel veel fallout. En nu niet. Dus eigenlijk is de structuur van het poeder, want ik ben dus nu enkel dit paletje aan het gebruiken. De manier waarop je het gewoon op je penseel kan nemen en aanbrengen, werkt veel properder. Ik heb wel de indruk dat je er meer van gebruikt. Dus dat het sneller op zal gaan. Maar ik heb wel de indruk en het gevoel dat het uitzicht hetzelfde is, maar de applicatie veel gemakkelijker. Dan had ik deze kleur, kleur Liar. En Liar is uit Urban Decay Naked Palette nummer 3. En dat ging ik in de crease en op het oog aanbrengen. Nu in alle eerlijkheid... Dit brengt heel vlot, heel gemakkelijk aan. En ik vind de kleuren heel erg gelijkend. Enorm gelijkend zelfs. Voor de wenkbrauwen had ik Dark Side van Urban Decay Palette nummer 1. Dat is de tweede laatste kleur van dat 28 paletje, of wat is het? Nu, het slechte tekenen van de wenkbrauwen, dat doe ik zelf. Dat ligt niet aan het poeder. Nu, die kleur die ik heb genomen is precies iets donkerder, maar je wenkbrauwkleur kies je tenslotte. Eender hoe en zelf.
Ik weet ook niet hoe ik ze exact er straks had aangebracht of getekend. Ik denk dat deze iets dikker zijn, maar het gaat om het poeder en de kleur tenslotte. Dit is echt zo'n poeder waar je weinig van moet aanbrengen, maar je komt er heel ver mee. En toch neem je veel sneller veel op je penseel. En ga je dus misschien wel sneller zonder zitten. Dan Urban Decay gaat lang mee. Maar als je dit 2 keer moet kopen en Urban Decay 1 keer, dan ben je nog een pak van je geld aan het uitsparen. Nu, ik ben een zeer grote fan van Urban Decay. Dat zal nooit veranderen. Dat is ook enkel en alleen omdat ik ze zo goedkoop kan kopen via Wish. Ik denk dat ik een iets donkerdere kleur heb genomen. Dat zullen we straks zien op de foto's. Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik dan naar het paardblauwe ben gegaan. En dat heb ik met dit penseel aangebracht. Dit ronde penseeltje heb ik er straks gebruikt. Dus dan gaan we dat nu ook doen. Hè. Nu, dit is van het kleine paletje. Dus ik weet niet of die structuur hetzelfde is. Normaal gezien moet dat, want het is hetzelfde merk. En ik heb, net als er straks, geen oogprimer of niks aangebracht. Jullie hebben gezien wat ik deed. En dit brengt gewoon vanzelf aan. Hier moet ik geen vinger voorbij gebruiken om deze kleur aan te brengen om resultaat te hebben. Dit kan je dus gewoon met het penseel aanbrengen zonder dat je het moet nat maken en zonder dat je vol fallout hangt. Ik moet echt toegeven dat tot nu toe die goedkope producten er mijlenver bovenuit steken. Hier wou ik dus deze kleur van gebruiken. In de buitenste ooghoek. Ik wil de indruk dat ik een veel te klein penseel daarvoor aan het gebruiken ben. Maar ik wil echt zien wat voor pigment het geeft. Veel meer dan mijn paars palet. Sowieso. Veel meer. Nu zal het er nog van afhangen hoe dit blendt. Want het kan zijn dat het heel goed aanbrengt, maar dat je het niet uitgeblend krijgt of heel lang moet blenden. Dat weet ik dus nog niet. Daar zijn we zo meteen aan toe. Ik ga het blauwe lijntje onder het oog aanbrengen ook. En dan had ik dit wit wou ik nemen. En dat had ik vergeleken met een wit van mijn paars paletje. En dit is echt, kijk dit aan. Wauw. Dit kreeg ik echt niet gedaan met mijn paletje. Ik heb nog geprobeerd van het nat te maken en al. En dat ging dus niet, hè. Dat ging niet, hè. En dit gaat gewoon zo, kijk, kijk. Natuurlijk, je moet altijd even met je lenzen pimpelen als je poeder hebt aangebracht. Maar het is veel minder dan maar straks. En wat een kleur. Wauw. Wauw. Gewoon. Echt. Gewoon wauw. Ja. Wauw. Je zal zeggen, ja, maar je brengt hier veel meer van aan dan dat ander daar straks. Maar nee, maar dat andere gaf gewoon dit effect niet. Het gaf het gewoon niet. Ha. Maf. Echt maf. Gewoon. Ah, maf. Nu, ik ga dit proberen te blenden.
zien wat het geeft. Amai. Blendt beter dan ik had verwacht. Het blendt iets moeilijker, maar je blijft wel je kleuren behouden. Wauw, echt, ik vind dit resultaat geweldig. Dus eigenlijk ben ik al klaar om mascara aan te brengen. Zo snel? Dezelfde mascara. Net als daar straks zonder wimperkruller om hetzelfde effect te behouden. En dat vind ik wel super in een mascara. Dus de mascara is sowieso al enorm goed gekeurd. Ik ging dus met de kleur die ik hier heb contouren. En dat resultaat is ook zeer vergelijkbaar met de lichtere tinten van deze kleuren hier zo gemengd. Maar deze brengt veel gemakkelijker aan omdat je geen kleuren moet mengen. Nu ben ik echt benieuwd, die blush. Gaat die echt over de top of gaat die... Dit is echt... Want die ziet er zo gepigmenteerd uit. Dus ik ga kijken wat die op de borstel geeft. Oké. Heel weinig van nodig. Geeft een heel mooie blossige kleur zo. Wauw. Oké, ik ben verkocht aan de action. Sowieso, ik ben verkocht aan action. Wow. Nu, ik ging dus in plaats van deze highlight, deze oogschaduw gebruiken. En daar zie ik ook geen verschil in. Het verschil zal echt op de foto's moeten. Sprakeloos. Kan ik hiervan zeggen, ik ga nu dus de lipstick gebruiken die de duurdere is, in plaats van de goedkope van daar straks, maar ik vermoed dat die kleur niet fel gaat verschillen. Deze is iets donkerder. Veel meer als een gloss. Heel crèmig. En als je nog maar denkt aan eten, is hij er al af. Maar hij komt wel mooi overeen met de andere. Ik denk dat ik deze look, dat ik klaar ben. Dus kijk en vergelijk. En nu ga ik foto's nemen en dan ben ik razend benieuwd naar de verschillen. Dit is dus op de lipstick na, de goedkope make-up. En de andere versie was de dure make-up. Om echt kunnen eerlijk de rest van de make-up te zien en te vergelijken. Dus deze lipstick is dezelfde van daar straks. Om de look hetzelfde te hebben. Maar jullie hebben het gezien met de dure ook. Nu ga ik foto's nemen.
En ik ga ook de prijsvergelijking onderaan noteren. En zien wat ik in totaal gespendeerd heb nu. En wat ik daar straks heb gespendeerd. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat deze tips zeer nuttig voor jullie zijn. En dat het ook wat goedkoper in jullie zak zal uitkomen. Oké. Op naar de foto's. Dag!